Ik heb eindelijk de 100.000 abonnees gehaald. Ik wil jullie allemaal super bedanken. En daarom spring ik nu in het zwembad. Ik heb een afspraak gemaakt in Italië om een tattoo te zetten. Wie is scared? Wait for a minute. Nee, jij gaat beginnen. Je piemel is beter gelukt dan ik had verwacht. Nee, hij is oprecht. Hij is dik. Ja? Hij is echt dik. Ja. Ik heb eindelijk de 100.000 abonnees gehaald. Ik wil jullie allemaal super erg bedanken. En daarom spring ik nu in het zwembad. Oh, ik klonk weer op de bodem. Dit is al 5 keer deze vakantie. Holy shit, mensen. Het is gewoon gelukt. Het heeft eventjes geduurd. Maar ik heb ook de 100.000 abonnees gehad. En daar wil ik jullie super erg voor bedanken. Ik weet niet hoe ik jullie kan bedanken. Maar vandaag ga ik een 100.000 abonnees special maken. En dat wordt leuk. Dat wordt super. Jullie kunnen aan de thumbnail en titel al wel... 100.000! Oh, yeah. Nou, 200.000. Omdat twee keer van boven... Nee, toch bijna 200.000. Oh, meestal is bijna 200.000. Ik moet nog even sparen. Maar goed, jullie hebben vast aan de thumbnail en titel gezien wat wij vandaag gaan doen. En het wordt super leuk. Ik ga namelijk mijn allereerste tattoo zetten. Bij de 2000 abonnees heb ik al gezegd dat ik een tattoo zou zetten. We zijn nu 98.000 verder. En ja, ik heb een afspraak gemaakt in Italië om een tattoo te zetten. En hier heb ik echt geen zin in. Ik ben een beetje bang voor naalden. En tattoos ook. En ik hou er gewoon niet van. Maar waar komt hij dan? Ja, hij komt. Hier? Nee, hij komt niet hier. Hij komt. Hier op mijn voetje. Dus dat is ook nog eens de pijnlijkste plek die je kan hebben. We gaan iets superleuks tatoeëren. We gaan namelijk een fire. Nee, ik ga helemaal niet zeggen wat ik ga tatoeëren, mees. Sukkel. Ah. Ik mag niet nat worden, mees. Hoe wordt mijn mama toch boos? Nee. Oh. Je mag weten, je signature jump. Wat is mijn signature jump? Komt-ie! Ik dacht dat ik nooit nat zou worden van een jongen, maar mislukt. Oké, jongens, ik ga eventjes omkleden en daar gaan we ervoor. Dit wordt leuk, dit wordt lachen. Ben je nog niet geabonneerd, dan moet je natuurlijk even abonneren, want we hebben bijna die 1 miljoen abonnees. Dus abonneer eventjes en doe natuurlijk de blauwe duimpje omhoog. En dat ga ik even omkleden, want ik denk niet dat ik zo een tattoo kan laten zetten. Voordat we naar de tattoo shop gaan, wil ik jullie natuurlijk super erg bedanken. Zonder jullie was dit natuurlijk nooit gelukt. De support de laatste tijd op de video's is insane. Het is super hard. We zijn best wel hard van de 50.000 naar de 100.000 gegroeid. En daar ben ik jullie eeuwig dankbaar voor. Ook voor het feit dat ik gewoon hartstikke leuke dingen mag meemaken in mijn leven. En daar ben ik super trots op. En ja, echt dankbaar voor. Ik weet niet hoe vaak ik het woord nog ga zeggen, maar het is gewoon bizar. Het heeft een beetje mijn leven veranderd. Van een normale baan naar een fulltime YouTube baan. En leuke video's maken voor jullie. Jongens, we gaan een tattoo zetten. Ik ga jullie nog niet vertellen wat ik ga zetten, maar het is niet zomaar een soort tattoo. Het is wel een soort van statement met mijn haar en gewoon alles voor YouTube. Ik vond dat dit wel een mooie mijlpaal was. Bij de 2K had ik het ook al gezegd, maar nooit gedacht dat ik natuurlijk de 100.000 abonnees zou halen. Ja, de jongens hebben gezegd dat het wel een leuke tattoo was, maar ze wisten niet zeker of dat voor mij leuk was. Dus ik ga ze even ondervragen wat ze nou echt van de tattoo vinden. En of ze nou echt achter mijn keuze staan en zeggen, Timo, dit moet je gewoon doen. Waarschijnlijk gaan ze dat gewoon zeggen, want ja, het is leuk voor de content, dus ja, we gaan het doen. Yes, Lars, jij hebt al allemaal mooie tattoetjes. Zijn we al klaar met wachten? Ja, Lars, we zijn nu klaar. Dus nu mag... Oh, we zijn nu klaar. Nee, ik mag nu praten en dan mag jij zo antwoord geven. Jij hebt allemaal tattoetjes, dus jij bent best wel een tattoo-expert. Wat vind je, moet ik het doen, ja of nee? Ja. Ja, dat is precies. Easy. Waarom zou je het... Je moet het zo zien. Waarom zou je dit niet doen? Kijk, denk dat ik best wel redelijk kan bedenken waarom je het niet zou doen. Je zit er de rest van je leven op. Je ouders vinden het waarschijnlijk niet zo leuk. Het kan heel lelijk worden. Zwemmen wordt een beetje moeilijk. Je moet uit de zon blijven. Het kan gaan ontsteken. Hij noemt echt zulke dingen. Maar het is wel vet. En je hebt 100.000 abonnees gehaald. Dus gewoon doen. Nee. Als Mattie en alles delen. Niet dat ik deel ook echt alles tegen jou. Want jij weet ook dat ik een grote piemel heb. Ja, wat zeg jij? Nou, als jij er je fijn bij voelt, moet je het doen. Oh, geen dan sta ik... politiek. Nee, dan... Dan sta ik achter je. Oh, dat vind ik echt heel niet. Nee, Mees staat wel echt altijd. Ik ben zelf niet van tattoos, nee. Maar dat betekent niet dat jij er geen hoeft te nemen. Mees is wel ik ben echt ook vrienden iemand... met Lars. Kijk hoeveel hij op zijn lichaam heeft. Tim, wat denk jij als man van twee tepels? Ik denk dat je het gewoon moet doen, Timo. Maar mijn oom die heeft een keer bloedvergiftiging gehad toen ik tatoeage. Tim. Ja, dat zou heel vervelend zijn op vakantie. Oh, ja, dat zou toch gewoon vervelend zijn. Net als dat gisteren rekening moest houden met zwembadrand, moeten we daar nu ook gewoon rekening mee houden. En alles zit een risico in. Maar als jij je er fijn bij voelt, dan... Laten we onze villa gaan verlaten en echt door...
naar het moment. We gaan naar de tattoo shop. Oké, daar zijn we. We hebben even een stukje gereden. En hier zie ik een tattoo shop. Hij heet ook nog eens Don't Paniek. Nou, de paniek ligt best wel hoog. Ja, ik vind het op zich ook wel een beetje spannend. Ik weet niet. Het is toch mijn eerste tattoo. Ik weet niet of het zeer gaat doen. En hij gaat om 11 uur open. En wij zijn precies om 11 uur hier. Dus wie weet slaapt hij nog. Of weet hij niet wat hij moet doen. En dan ben ik zeg maar de lul. Maar goed, we zijn hier. En we gaan kijken hoe dit gaat aflopen. We gaan naar binnen. Hij weet echt nog niet eens wat we gaan zetten, toch? Nee, maar weet jij het dan wel dan? Ja, jij hebt hem. Ja, je weet niet eens hoe hij eruit ziet. Ik heb gewoon wat gescreenshot. Ga ik eens even kijken. Oké. Okay. This one, but without the birds. Oké. Okay. That's possible. Oké. Okay. Where do you want? I'm a red. Oh, here. Die is wel sick, hoor. Die is echt wel tof. On his onkel. Onkel. Enkel, boss. Dit is leuk. Ik kom zo terug met een leuk dingetje op mijn voet voor jullie. Nee, daar gaan we. Ben je er klaar voor, jongen? Nee, maar moet toch, hè? We gaan het toch doen. We gaan het toch doen. Ik moet denken, welk zou ik hem doen? Links of rechts? Rechts, hè? Hier hebben we nog geen keuze over gemaakt. Nee, eigenlijk niet. Hier. Toch? Ja, heb je voeten wel gewassen? Nee, ik heb even door de poep gelopen en zo net. Leuk voor hem, toch? Er wordt straks een enkeltje naar huis. Er zit niks op, hoor. Hij gaat hem nu opspuiten en dan krijg je een soort plakplaatje en die kan hij dan overtatoeëren. Deze guy, Nick. Zeker. Ik denk dat dit wel mooier is, hoor. Ja, dit is wel beter. Ik denk dat hij geen ongelijk had. Nee, ik denk ook niet. Hij heeft ook tattoos, dus hij heeft wel gelijk, denk ik. Timo, je ligt er. Je tattoo staat erop. Je moet even een beetje op je zij liggen, denk ik. Zo met mijn S naar zijn gezicht. Ja, zo, ja. Als ik dan scheef laat met angst, dan komt hij in zijn gezicht. Perfect. Ja? Ik ben bang voor naalden. Ja, yeah, dit wordt leuk. Nee, he's scared. Wait for 1 minute. Nee, hij gaat beginnen. Oh, hij doet het al. Oh, oh, dit valt echt wel mee. Ja, het valt echt wel mee. Oh, what the fuck. Is dit het? Ja. Beetje grapje. Ja, het is helemaal niet pijnlijk. Oh, nou, very nice. It's not painful, hoor. Zijn jullie nog niet geabonneerd, dan moeten jullie dat natuurlijk eventjes doen. Want? Ik heb bijna de 1 miljoen abonnees. Je hebt net 100.000 gehad. Heb je bedacht dat als jij 80 bent, dat je nog steeds een vuurtoren op je been hebt staan? Ja, maar als ik dan niet kaal ben, vind ik het goed. Oh, dan word ik wel grijs, dan is mijn ginger haar weg. Oeh. Daar hebben we niet over nagedacht. A few moments later. Oké, okay, Timo. Ja? Hij is klaar. Jij moet eerst even je zegje zeggen. Is hij mooi? Ik moet eerlijk zeggen. Ja. De piemel is beter gelukt dan ik had verwacht. Nee, hij is oprecht. Hij is dik. Ja? Hij is echt dik. Oh, ja, hij is sick. Hij is echt netjes gedaan ook wel. Hij is fucking netjes. Holy shit. Ja, dit is echt lijp. Ja. Ja, dit is echt wel lijp, hoor. Gefeliciteerd, gast. Ja, ik heb er niet echt spijt van. Nu, niemand wist dat ik dit ging doen, behalve jullie. En die jongens zijn ook nog beneden te wachten. Ja, zij hebben ook nog niet gezien. Ze weten niet eens welke je gaat zetten. Alleen dat je vuurtoren gaat doen. Oh, maar ik... Ja, ik vind het vet, hoor. Nou, het deed ook geen zeer of zo. Ik dacht, ik was echt wel bang voor die tijd. Nou, hier. Maar het viel... Nog een beetje pijn. Dat doet echt meer zeer. Ja. Oké, je moeder wel. Hey, mam. Waar ben je? Ik ben op mijn werk. Oh, ik heb echt iets leuks. Ik heb net iets leuks. Hallo? Nee. Pff, mam. Het is een vuurtoren. Wat is dat? Een toren van Pisa? Nee, een vuurtoren. Toch cool? Een vuurtoren? Ja, omdat iedereen altijd Gingers vuurtorens noemt, denk ik, ik ga ze eventjes gewoon op een plek zetten en ik zet een vuurtoren. Goed voor jou. Ja. Er zit plastic om overheen, dat zie ik dan niet zo goed. Maar nee. Ik ben niet live in een uitzending nu, toch? Ja, jawel, je zit op mijn video, maar dat komt wel goed. Wat je nu eigenlijk even moet doen, is je andere enkel laten zien. En dat dan is zeggen, niks grapje, ik heb niks gedaan. Ja, dat is wel leuk. Doe die guy, er ligt er gewoon een rellen vast. Dat was allemaal een act. Wil je het zien? Ja. Ja? Ik ben benieuwd. Zie je hem? Je hebt niks gedaan. Nee. Ja, dag. Wat heb je dan zo lang gedaan daar? Ja, ik had het dat zetten hier. We gaan. Nou, dat is bullshit. Laat hem maar gewoon zien. Nee, je hebt hem gewoon op die. Nee, hij is oprecht. Het viel echt mee. Dit ook geen zeer? Ja, holy shit. Hij is oprecht vet. Ik heb echt geen... Ja, ik heb ook... Die vent was echt gewoon chill. Hij kon geen Engels. Ik kon niet met hem praten. Maar... Chill, hoor. Hij heeft hem echt goed gezet. Yo. Dat ga ik eens even nu zelf bekijken, Timo. Of hij is oprecht tof. Boas en ik vonden echt dat hij hem goed had gezet. Is de penis.
Maar ik moet je wel oppassen hoor, ziet er niet... Lars. Nee, hij ziet er echt top uit. Ja? Hij is leuk gezet. Lekker hoor. Ja, eindelijk. Oké mensen, het is nu 2 dagen later en hij staat nog steeds op. Look at this beauty, daar staat hij. Best wel logisch dat hij nog steeds op staat, maar ik was vergeten een outro te doen. Dus hierbij een outro. Ik wil jullie nogmaals super erg bedanken voor het behalen van de 100.000 abonnees. Zonder jullie was het natuurlijk nooit gelukt. En jullie kunnen natuurlijk nog even abonneren, want nu gaan we gewoon door naar de 150.000 abonnees. Zullen we even een blauw duimpje omhoog? 1 miljoen. Oh ja, 1 miljoen? Ik heb bijna de 1 miljoen abonnees. Gaan we door naar de 1 miljoen abonnees. 1 miljoen halen, Timo. Ja, dat gaan we halen. Yes. Doe natuurlijk zeker even het blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat natuurlijk even weten in de comments welke challenge ik de volgende keer moet doen. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later.